Op woensdag 19 mei organiseren wij weer een ICC-netwerkbijeenkomst. Dit keer rondom het thema talentontwikkeling. We verdiepen ons in het begrip talent. Want de term hoor je veel, maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Voor de een is talent het aangeboren vermogen om iets goed te kunnen, terwijl voor de ander talent gaat over de activiteit die compleet moeiteloos gaat en voldoening oplevert. Wist je trouwens dat je je vaak zelf als laatste realiseert wat jouw talenten zijn en dat anderen dat veel eerder zien? Heb je eigenlijk zicht op jouw eigen talenten? We hebben Mirella Peters van CB De Zwaluw gevraagd hoe ze bij haar op school met talenten omgaan en gaan daarover met haar in gesprek. Jan-Wietse Fokkema is een duizendpoot. Hij werkt onder andere als meimakker, een soort cultuurbegeleider, projectleider, interim manager en muzikus en hij traint de zogenaamde talentfluisteraars. Tijdens de bijeenkomst neemt hij ons mee in het gedachtegoed van Luc de Wulf, die onder andere het boek Ik kies voor talent schreef. Zoals je gewend bent, sluiten we af met iets waar je de volgende dag in de klas mee aan de slag kunt. Dus meld je aan, samen met je collega's, en kom naar de online ICC-netwerkbijeenkomst Talentontwikkeling. Dit doe je door een mail te sturen naar dekunstbeweging.nl/aanmelden. Graag tot de 19e!